Ja, we gaan eens eventjes praten over yoga. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik aan yoga denk, dan heb ik altijd een beetje een iets zweverigs, een beetje geitig. Suffigs ook. Iets suffigs, ja. Maar ja, je hoort het de laatste tijd zo vaak. En ook bij zwangerschappen, net voor bevallingen, of misschien wel tijdens bevallingen ook, dat yoga enorm goed helpt. Tijdens een bevalling ook, Sandra? Nou, jazeker. Ja, tijdens de bevalling. Heb ik het toch goed gehoord, ja? Ja. Oh. Ja. Nou ja, niet, in zo'n broek die we nu zien trouwens. Dat wordt zo'n bendel op een gegeven moment. Sandra is van Yoga Nu uit Emmeloord. Ja. Sandra, van harte welkom. Leuk dat je hier bent. Dank en gefeliciteerd. Wel. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 12,5 jaar al. Ja, wat een eind, hè? Nou ja, dat weet ik niet. Ja, ik vind het heel lang. Als ik erover nadenk, denk 12,5 jaar, dan denk ik wow. Hoe is dat ooit zo begonnen? Hoe ben je in contact of in aanraking gekomen met yoga? Ik had een reclamebureau en ik was heel erg met de zakenwereld bezig. En altijd met image. Hè, hoe zie je eruit? En drukte dus? En drukte. Stress, en, spanning. Samen met mijn ex-man nu ben ik een sportschool begonnen. En toen dacht ik wil iets meer weten over het menselijk lichaam. Ik denk, ik ga een leuke cursus doen. Power yoga. Niet met het idee om yogales te geven, maar gewoon te kijken van oké, wat doet het met iemand? Is dat een verschil, yoga en power yoga? Ja, power yoga is wel echt een volledige heftige workout. Echt goed voor je conditie, goed voor je lichaam. Ja. Maar daar niet met gewichten en zo, toch? Nee, niet met gewichten. Nee. Het vrij snelle bewegingsvormen achter elkaar. Daar ben ik mee begonnen. Ook niet met het idee van ik ga eens even yogales geven. Maar gewoon puur gewoon om te voelen. Maar het beviel zo goed. En uiteindelijk ben ik nu 12,5 jaar verder. En van 1 yogalesje ben ik uitgegroeid naar 14 yogalessen in de week. En ik geef ook een yoga opleiding. Dus je kan yogadocent worden bij mij. Doe je dat nog steeds in die sportschool die je 12,5 jaar geleden bent begonnen? Nee, ik ben ondertussen 2 keer verhuisd. En ik zit nu in Emmeloord aan de Jasmijnstraat. In een ruimte waar ik 2 zalen tot mijn beschikking heb. Mm-hmm. En als het druk is, worden in 2 ruimtes lesgegeven. En anders ben ik de yogadocent. Ik werk samen met 4 andere yogadocenten die ook lesgeven. Ja. Maar neem ons eens mee in die wereld van yoga. Want je zegt wel een yoga workout. Voor veel mensen is het vaak van, nou ja, je gaat op een bepaalde manier staan en that's it. Ja. Nee, je hebt vrij veel verschillende vormen van yoga. Je kiest ook een vorm die bij jou past. Dat is ook de reden waarom je bij mij altijd 2 gratis proeflessen kan volgen om te kijken van oké, wat past er bij mij? En net hebben we het al even over power yoga gehad. Dat is echt een hele fysieke, zware conditionele workout. Maar komt het dan doordat je je lichaam in een bepaalde stand zet en dat die spieren zo aantrekken? Ja, je gaat vrij snel achter elkaar door in een flow, in een soort van dans. En je gebruikt alle houdingen vrij snel achter elkaar. En je gebruikt een houding ook weer om een overgang te maken naar een andere houding. Dus dat is de actieve vorm, zeg maar. Dan, daarnaast heb je ook een hele rustige vorm, yin yoga. In die yogales zit je ongeveer 3 tot 5 minuten in 1 houding. Dus dat is zeg maar yin en yang. Power yoga is yang, is actie. En yin is heel rustig. En alles wat daartussen zit, zeg maar. Ja, denk je dat? Ik ben wel van de yin. Ja, yin geeft echt een hele diepe ontspanning. Ik denk dat het van allebei heeft zijn eigen kwaliteit. En als je gewoon fit bent, is het heel goed om 1 keer in de week bijvoorbeeld power yoga te doen en 1 keer in de week bijvoorbeeld yin yoga. Is het nog populair? Want wanneer kwam het op? Een beetje jaren 80, jaren 90 denk ik dat het... Nou, het is al 5000 jaar oud. Ja, nee, maar inderdaad, in de jaren 60, 1960, met de hippies is het een beetje hier naartoe gekomen. Toen deden vooral de mensen met geitenwolle sokken. Toch wel, hè? Ja, die ken ik nog goed. En dat is een beetje blijven hangen, denk ik. En dat is een beetje blijven hangen. Maar je ziet ook wel de keerzijde van dat je perfect en slank en heel lenig moet zijn om yoga te doen. En dat is absoluut niet zo. Yoga is echt toegankelijk voor iedereen. Nou, als ik op je site kijk en zie sommige poses, dat ik denk van nou, ik weet niet of ik dat zo... ik ben natuurlijk echt een houten plank wat dat betreft, maar... Je moet toch wel wat kunnen. Hoe minder lenig je bent, dus hoe stijver je bent, hoe meer uitdagend ik het vind. Ja, dat snap om ik. Je wat meer leniger te maken. Nou, nee, maar dat ga je dan ook voelen, hè? Okay. En dat is gewoon fijn. Je lichaam wordt flexibel. Je werkt heel erg met de ademhaling. Hè? Heel vaak als iets spannend is of je sport, hou je de adem vast. En met yoga ben je juist heel erg bezig met die ademhaling. En dat zorgt ervoor dat je zowel lichaam en geest heel erg mooi op elkaar afstemt. En dan zul je zien dat je in het dagelijks leven ook wat ontspannender beweegt. Waardoor ook die lenigheid toeneemt. Ook al doe je geen yoga. Je wordt gewoon wat flexibeler. En niet alleen in je lichaam,
maar ook in je geest. Ja. Ik hoor allemaal voordelen. Ja, ja, inderdaad. En is het vooral geschikt voor mensen die een heel drukke baan hebben en eigenlijk helemaal geen tijd hebben om te ontspannen, dat je dat dan aan kan raden? Want... Ja, dat kan je zeer zeker aanraden. Maar ook bijvoorbeeld mensen met lichamelijke klachten. Hè, die niet zomaar een andere sport kunnen doen. Nou, fibromyalgie, reuma. Wat is dat? Last van de spieren, last van de gewrichten. Ja, ja. Die kunnen vaak niet hardlopen. Die kunnen vaak niet zwemmen, gaat dan wel weer heel vaak goed. En ook yoga, geen fitness doen en zo. Dat fitness soort ook nee. niet, nee. Het is natuurlijk wel een beetje afhankelijk van wat voor vorm je mate. Hebt en in welke mate. Dus soms kan fitness juist ook wel heel goed zijn om de spieren te versterken. Ja, maar yoga zorgt ervoor dat je op een hele liefdevolle manier je lichaam laat bewegen. Ja, en dan ben je 12,5 jaar verder. Ja. En daar ben je heel erg trots op natuurlijk. Ja. En hoe ga je dat vieren? Want er is aanstaande zaterdag een groot feest. Ja, aanstaande zaterdag hebben we een feest. Vanaf 2:00 zijn we open. Iedereen is welkom. Je kan een les volgen. Een toegankelijke les van 1/2 uur. Die kan eigenlijk door iedereen gedaan worden. En vanaf 5:00 is er onder het genot van een hapje en een drankje echt een feestje. Mm. En als de mensen nog yoga willen doen, ben ik daar heel flexibel in. Gaan we gewoon lekker yoga doen. En anders gaan we gewoon feest vieren. Ja. Het ligt ook een beetje aan het weer en of we naar buiten kunnen en zo. Nou, ik geloof het. Maar volgens mij wordt het wel redelijk weer, mooi, ja. Hè? Ja, van het weekend wordt het wel weer aardig. Ja. Is er een soort van ontspanningsbeweging of pose die je eigenlijk elk moment van de dag zou kunnen doen? Ja, zeker. Iets, we hebben televisie. Nee. Ja. Marco heeft meestal moeite als hij zijn vingers kruist. Ja. Tot zover gaat de lenigheid. Maar... Het is heel eenvoudig. Je hoeft eigenlijk alleen maar met 2 voeten even stevig op de grond te staan. Okay. Solidair. Ja? Dat kan je ook heel goed doen als jullie radio maken en het wordt een beetje druk in je hoofd. Je beweegt een beetje heen en weer op je beide voeten. Ook een beetje naar voren en naar achter. En dan blijf je stilstaan. Ja. Vaak rusten we op 1 been. Hè, waardoor ons bekken helemaal scheef gaat staan. Onze schouders gaan scheef staan. Ja, ja, ja. Dus ook als je radio maakt, even rustig goed staan. Ja. Knieën licht buigen, zodat je goed contact maakt met de aarde. Ook voor het, ja. En als je heel druk bent in je hoofd, kan je proberen even naar je buik te ademen. Je hoeft alleen maar naar je navel. Ja, dat doe ik altijd al eigenlijk. Dus... Oh, dat is helemaal goed. Ja. Ik denk jij niet. Want? Nee, het is een beetje hoger de schouders. Je zit een beetje hoger met je adem. En dat is niet verkeerd. Dat komt ook door je pak. Zie je dat? En dat is ook goed. Ja, dat zie ik. Ik lees lichamen. Maar dan klinkt het weer heel vaag, hè? En dat is nou, wat lees je, wat lees je aan Arnouds lichaam? Wat lees je aan mijn lichaam? Waarom? Nee. Nou, ik denk dat jij veel meer in je lichaam al zit. Je bent al veel meer geaard. Je bent denk ik wat rustiger in je hoofd dan wat jij bent. Jouw adem is een beetje hoog. En dat zie ik. Dus het is voor jou heel goed om je adem naar je buik te brengen. Oh. Je knieën zacht te maken. Ja. Stevig contact te maken met de aarde. Zodat je goed je voeten laat dragen. En je ziet al dat hij al rustig wordt, hè? Ja. Hoe simpel! het is wel eenvoudig. En je kan het zo goed toepassen ook in het dagelijks leven. Mm-hmm. En het is alles behalve zweverig. Het is echt heel lichamelijk, heel aards, heel erg... Ja, in leven houdend, zeg maar, aan. Basis, terug naar de basis. Is het populair in Emmeloord eigenlijk, dat yoga? Ja, het is heel populair. Ja? Ja. En omdat het toch een beetje een agrarische omgeving. Ik zie in agrarische mensen niet zo snel... Ja, ik weet niet waarom ik dat maar zeg maar... Ja, omdat het zoiets van wat de boer niet kent. Ja, precies. Dat zijn vaak van, dat geloof ik allemaal niet. Ja, in Amsterdam heb je natuurlijk echt, dat snap ik dan nog wel. Ja, dat heb je heel veel van die... Ja. Nee, ik breng het, denk ik, voor zover je yoga praktisch kan brengen, heel praktisch. Ik begin ook niet met... Oom en... Tante. Nee. Nee, ik zie vooral het lichamelijke aspect daar heel erg in. Ja. Willen mensen meer, dan heb ik daar wel speciale lessen voor. Bijvoorbeeld chakra yoga. Dan kunnen ze daarheen gaan. Maar eigenlijk benader ik heel erg het fysieke. Heel erg de ademhaling. En natuurlijk benoem ik wel eens iets wat het ook voor je geest kan doen. En ik benoem ook wel eens de chakra's. Maar in Emmeloord moet je het gewoon lekker met beide benen op de grond houden. En ik geloof ook niet in 55 plus yoga of wat dan ook. Maar ik heb de meisjes, jonge vrouwen van 12 tot de vrouwen, mannen van 80 gewoon ook bij elkaar in de les. Want iedereen doet het op zijn of haar eigen niveau. En dat is gewoon ook leuk. Nou, wil je meer informatie nog weten? Yoganu.nl. Sandra, dankjewel. En veel plezier zaterdag met het feest. Jullie ook heel erg bedankt. Dankjewel. Naar de 25 jaar. Hè? Zo is het. En rustig. Dankjewel.